Francisco. Ja, pak die muur, man. Pak die hele kant. Kom, dat is een dag. Kom, nee. Halt! Steen blijven! Halt! Bedankt! Wat ben jij aan het zoeken? Een oude kistje. Toevallig geen metalen kistje of zo? Nee, dat is niet. Nochtans is het ook wel oud ding, zien ze. Het is echt een houten kistje. Het zou handig zijn voor mijn spreekbeurt over de hele wereld hoor. Kom eens even vasthouden. Aha, wacht hè. Is dat deze? Ja, het is van mijn opa. Dat is de revolver van vroeger. Voorzichtig, hè? Ik moest voelen. Zou die nog werken? Geen idee. Och, je moet die foto's zien. Zo oud. Oh, herkent u deze jas nog van vroeger? Ja. Allemaal met zijn jas. Amai. Ik ben wel oud, hè. Of hier. Zo'n oud contact van vroeger. Lotte, zeg eens cheese. Cheese. Een hok. Het dagboek van mijn opa. Och nee. Ja. Hij had precies wel veel te vertellen. 17 januari 1943. Ik zit aan mijn typemachine en ben bezig met het maken van een verslag. Ik heb iemand die dat lid wil worden van ons verzetgroep. Sta je persoon te vertrouwen? Nee. Komt dat maar met die mannen te geheimelijk kosten. Het is geen man, het is een vrouw. Het maakt niet uit, hè, zolang dat die inzetbaar is. Goed. Ik zal er maar langs gaan. Draai, snel! Af die 150 gram die horen die hoor. Wat? Smeerlappen! Wat? Was los? Wat?
Ik heb er juist een toog even gehoord voordat ik allemaal voorbij zeg word. Dus, ik stond aan alle kanten. Dus. Maar ik heb een jou kunnen redden. En ja, die heeft een andere doorkadres nodig. Kunnen gaan mij helpen? Ja, ja. Bezorg mij het adres, verwittig die man en ik laat hem ophalen zo snel mogelijk. Dat is toch safe, hè? Dat is safe, natuurlijk is dat safe. Oké. Okay. Ah, Frans. Toch voorzichtig geweest? Ja. Alles oké. Dat is Annie. Zij komt ons helpen. Welkom, Annie. Aangenaam. Blij dat je de baas bent. Die nieuwe gazetjes die zijn morgen klaar. Ah, dat is goed. Hij levert dat af en komt dan met Annie, mama thuis. Hè. Ja, dat is oké. En, er klaar voor? Wat je maar wilt. Ah, goed. Zijn wij goed? Ja. Die nieuwe contacten. Kom binnen, Frans. Annie. Mijn baas zit al. Zeg, is mijn werktip op zijn bestemming geraakt? Dat is in orde. Ondertussen moeten wij ze toch op mij kunnen vertrouwen, hè? Ja, dat weet ik niet. Maar nou, wat anders. Ik heb een jood dat moet onderduiken, maar ik heb zelf geen adres niet meer. Ken je al aan iemand? Ik weet misschien wel iets. Vriendin van mijn moeder. Die ooit is iemand geholpen bij het onderduiken. Dus, ja. En hoe is dat daar? Is dat wat te vertrouwen, of? Ik zeg mijn handen daarvoor in het vuur. Denk nog wel. Als Sarah het zegt, dan geloof ik. Oké, dat is goed. Dan heb ik hier dat adres. Ik ga dat jood op dat adres halen. Breng hem naar die madame. Nee, ze is godverdomme voorzichtig, Annie. Goed, Annie. Dan zijn we weg. Oh, ja. Voordat ik het vergeet, kun je dat doorgeven naar Londen? Ja, ik zal het doen. De ramensleutels nog? Geen probleem. Dat is goed. Dag Marie, ik heb meneer Cohen meegebracht. Is hij toch niet gevolgd? Nee, nee. Kom er maar op binnen. Kom. Afmaken! Niks gevonden, Herr Leutnant. Sie haben gut nachgesehen? Ja.
Dan vallen we je weiter. Wohin geht's du? Nach Dahlem. Weiter. Hey, alles oké? Okay? Alles in orde met Gwen. Geen probleem met je? Geen probleem, alles perfect. Oké, okay. Sure. Frans. Veel pintjes. Ja. Ik heb een bericht gehad uit Londen om zoveel mogelijk telefoonpalen te saboteren. Met deze. De tang en de pinnetjes voor in de draad te steken. Oh. Ja, het is heel druk aan de dok. Raand materieel en menu's worden in schepen geladen. Ik veronderstel invasie op Engeland. Ja, ik zal vanavond direct Londen op door te brengen, maar ik moet eerst van plaats veranderen, want ik heb gisteravond controle gehad op de boerderij. Hm. Ja. Ik moet ook van locatie veranderen. Waar gaan we naar Mortsel? Ik moet in de elfabrieken gaan werken. Voor de Duts of wat? Ik moet van onze pa. Maar dan kan ik wel zien wat dat een Duts met zijn vliegtuig aan het doen is. Onze verzetsmensen moesten soms de meest diverse opdrachten uitvoeren op gevaar van hun eigen leven. Houd, hier papieren bitte. Alles in orde? Fräulein Annie, bitte sitzen Sie. Na, sagen Sie mir, was kann ich für Sie tun? Kommen wir in Dienst, Frau Kommandant? Ein Dienst? Und welches Service möchten Sie? Mein Vater werkt in Deutschland en ik had graag een paar voedselbonnen gekregen. Voedselbonnen? Uh-huh. Ja, genau. Leutnant. Hier, Sie können gehen. Heute nicht. Verdammt, Schwein. Scheiße.
niet geloven. Ze zijn begonnen met herstellingen van kapotte Messerschmitts. Zijn daar wel zeker van? Denk je dat ik aan het liegen ben of wat? Nee, maar ik zou het toch nog even goed checken als ik van alles. Vergeet me niet uit, ik heb naar Londen. Ja. Alex, Frans? Oh nee, nee, nee. Ja. Zeg mij wat uit je? Die liep mij gewoon voorbij. Zeg er maar van. Zo van een slechte dag hebben zeker. Ah wel, zal ik je een dag eens goed maken. Zie eens wat bij, alstublieft. En alstublieft. Amai, ze zijn daar al gehakt. Gepikt op de commandanteur. Amai, dat is wel knap dat. Maar zoiets doet er niet ongestraft. Ze gaan een paar jaren en ze gaan haar vinden. Ik zal maar wat onderduiken als ik van nou was. Mij vinden ze nooit. Dat heb je gauw gezegd. Allee, salukes. Salut. Ja, salukes. 5 april 1943. Een drama te Mortsel. 936 doden, 209 kinderen. Roger, weet ik het. Alsjeblieft. Zeg, heb je de Frans nog gezien? Nee, vandaag nog niet gezien. Normaal komt hem binnen, maar... Dat is raar, hè? Ja. Dat is geen tijd in Amerika om de Erla-fabrieken in Mortsel gebombardeerd. Werken de Frans en familie er niet in de Frans? Ja, zeg. Het gaat toch niet waar zijn, zeker? Nou, ze hebben de gemeente gebombardeerd. De scholen gebombardeerd, vooral kinderen dood. En dan noemen ze dan Friendly Fire of wat? Mooi, zal ik het zien. Ja, wel weer. Heftig zeg, maar goed. Ik ben eens weg. Als je me nodig hebt, belt dan, hè. Oké. Okay. Ah, Matthias. Ja? Zat uw opa ook niet in het verzet? Mijn opa? Ik denk het wel, maar die wil er niet zoveel voor kwijt. Die babbelt niet zoveel met mij, dus... Oh, oké. Okay. Hij is leuk, hè. Nou ja. Thank you.
steen blijf. Wat toe. Bedankt nogmaal. Wat de kind. Doe wel. Ja, vlot. Ja, ja. Ja, Lotte. Hé, hey, Matthias, heb je al eens gekeken op het internet voor mijn spreekbeurt? Ja, ja. Ik heb interessante dingen gevonden, zo. Als je wilt, kun je langskomen bij mij thuis. Kun je zien of er iets mee kunt doen. Ah ja, tof. Zal ik zeker doen. Maar kan ik misschien mijn bompa meebrengen? Die kan ons wel raad geven. Ah ja, ja. Dat is geen enkel probleem. Ze doen maar. Oké, okay, dat is goed. Ja, tot straks, hè. Ja, dada. De gevangenen werden afgevuurd naar Dora. Los! Raus, raus! Leute! Moet je kom? Kom, kom naar Dora. Ja. Ik ben een bompa. Hey Matthias, kom binnen. De computer staat klaar, dus gewoon eventjes naar daar. Hè. Voorzichtig. Hè. Zeg, die zijn nu eigenlijk veel dat je gevonden hebt. Ja, ik heb een paar foto's gevonden. Moeten jullie iets drinken? Oh, nee, dank u. Straks misschien. Zit u maar in tevreden, hè. Ten slotte voor u. Schoolproject heb ik een paar foto's van het kantoor gevonden. Oh. Daar kan ik uren over vertellen. Ik heb daar tot vlak voor de bevrijding gevangen gezeten. Matthias, kun jij straks even naar de winkel gaan voor mij? Ja, dat is goed, hè. Jij? Frans? Ja. Frans? Ja. Frans? Ik dacht dat jij gestorven was. Ik had gehoord dat ze naar Dora hadden afgevoerd. Ja, dat is van Dora, dat is waar. Ik ga heel eerlijk zijn, Frans. Ik heb altijd gedacht dat jij me verraden had. Die keer toen ik je heb zien staan. De dag dat ze me zijn komen oppakken. Nee, Albert. Ik was het zeker niet. De dag dat ze u hebben opgepakt, hè, was ik onderweg naar u. Omdat ik had gehoord dat ze een kopstuk van het verzet op de hielen zaten. Ik wou u komen waarschuwen om toch een beetje voorzichtiger te zijn. Nee, Albert. Ik was het zeker niet. Je schoot er zelf aan dat die twee elkaar al zo lang kennen. Kinderen, als je het goed vindt, dan gaan we daar ons gevallen kameraden eens begroten.